van harte goedenavond en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Achter het Nieuws, waar we het vandaag zullen hebben over waarheen met onze sociale, culturele en biologische diversiteiten. Welkom terug. En als we het hebben over onze sociale, culturele en biologische diversiteiten, dan heb ik twee interessante gasten vanavond. Onze gasten zijn, of mijn gasten vanavond, zijn de heer Jack Menke. Hij is wetenschapper. En aan mijn rechterhand zit Jamil Halo. Hij is bioloog. Welkom hier bij deze aflevering. Ja, goedenavond. Ik wil even als inleidend stukje aangeven. Als we het dus hebben over de diverse diversiteiten van Suriname, dan refereren we naar de Open Campus Lecture Series van 2021. Nou, van juli tot en met december 2021 zijn er presentaties en workshops gehouden binnen de Open Campus Lecture Series, de diverse diversiteiten van Suriname. Nou, aan deze workshops en lezingen hebben dus deelgenomen wetenschappers, beleidsmakers van de overheid en de private sector, ondernemers, gemeenschapsorganisaties, studenten en mediamensen. Daaruit zijn dus 5 thema's voortgevloeid en die 5 thema's gaan we vanavond met u bespreken. En die zijn als volgt: diversiteit in de natuur, diversiteit en gezondheid, culturele diversiteit, diversiteit en methodologie en niet te vergeten maatschappelijke diversiteit en digitale inclusie. Dan wil ik beginnen bij meneer Halo. Meneer Halo, u bent een van de presentatoren geweest bij dit geheel. En bij u was dus de presentatie over klimaatverandering en ontwikkeling. Wat kunt u me vertellen over klimaatverandering en ontwikkeling? Ten eerste blijkt dus dat door klimaatverandering, ik ga niet over de oorzaken nu praten, maar dat door klimaatverandering we kunnen verwachten dat we steeds vaker extreem warme dagen gaan hebben. Mm-hmm. En andere verandering waar we ook effecten van zullen ondervinden is dat er extreme weersomstandigheden, waaronder extreme regenval, ook extremer zou worden. En daar hebben ze dus onderzoek gedaan in verschillende landen, boven verschillende rivierenbekkens in de wereld. En als je dus neerslag extreme neemt over 5 dagen, over 1 dag, dus als je 1 dag hebt aan extreme regenval of 5 dagen aaneenlopend extreme regenval en ook 10 dagen, dat vrijwel over alle rivierbekkens in de wereld, dat extremer gaat worden door klimaatverandering. En dat hadden we dus ook gezien in het buitenland, dat gebeurt dit jaar, vorig jaar. En in Suriname ondervinden we het ook. En ze hebben het zelf ook dat uurneerslag. Dus aan onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen uurneerslag, dus neerslag per uur, en dalpunttemperatuur, dus temperatuur. Dus dat is iets dat, dat zijn dus 2 veranderingen, effecten van klimaatverandering, waar wij dus ook veel merken en nog meer zullen merken in de toekomst. Want klimaatverandering, hoe dat zich heeft afgespeeld met de broeikasgasemissies, koolstofdioxide is de belangrijkste. Ja. En dat heeft een levenscyclus van 100 tot 1000 jaren. Dus je kan zeggen, alles wat er is uitgestoten, alles wat we nu uitstoten, blijft eigenlijk nog zijn effect hebben over 100 tot 1000 jaren. Dus dan, het enige wat we nu kunnen doen, is wat we nu nog zullen uitstoten, zal het alleen maar erger maken, maar niet per se nog niet minder erg maken. Dus als we nu stoppen, dan zal het een tijdje duren voordat alles normaliseert. Oké, maar waarmee zouden we specifiek moeten stoppen? We zouden onze, dus ze spraken bij het, met de laatste klimaatgesprekken, spraken ze dus over net zero. Dus dat ze tegen 2050 net zero, maar dus dan vanuit bepaalde wetenschappers en activisten is er daar heel veel kritiek op, dat niet snel genoeg is, dat die net zero, dus dat je een netto hebt in je broeikasgasemissies, dat op nul komt. Want koolstofdioxide wordt ook opgenomen door de natuur, onder andere. Dat het netto aan opname en uitstoot, dat nul moet zijn tegen 2050. En dus activisten en wetenschappers hebben dus daar, sommigen hebben dan kritiek daarop dat 2050 te laat is.
dat je daar eerder die net zero moet bereiken. Oké. Okay. Dan wil ik even overstappen naar meneer Menke. Meneer Menke, als ik het zo hoor, er zijn 5 diversiteiten waar eigenlijk de focus op is gelegd vorig jaar. Op welke manier kunnen we dus deze diversiteiten implementeren? En dan eigenlijk op een zodanige manier dat de verdiencapaciteit van ons land verhoogd kan worden? Ja, dat is inderdaad een vraag. Maar misschien is het goed om, kijk, die 5 diversiteiten zijn niet zomaar gekozen. Mm-hmm. En Jamil heeft geopend met, dat was in juli, ik dacht 27 juli mm-hmm. vorig jaar, met klimaatcrisis. Mm-hmm. En natuur is een van de diversiteiten. Maar natuurdiversiteit is ook verbonden met een beetje de diversiteit in de gezondheid. Ja. Weet je, heel veel mensen beseffen COVID-19, pandemieën. Weet je, die hebben allemaal te maken met, weet je, dus klimaatverandering. Weet je, kapot maken van de biodiversiteit. Maar natuurdiversiteit is ook innig verbonden met de culturele diversiteit. Ja. Weet je, als je die fundering weghaalt van, van het leefgebied van bijvoorbeeld inheemsen ja. en Marons in het binnenland. Ja. Nou, dan zie je ook wat er gebeurt. Er is ongelofelijke kwikvervuiling. Ja. Dat heeft weer gevolgen voor de voedselketen. Ja. En dan zie je dat een heleboel inheemse, bijvoorbeeld Kawemakan, is helemaal onderaan aan de lava. En je staat er versteld van een visrijk gebied vroeger, dat mensen daar, die daar wonen, nu aquacultuur doen. Dus visvijvers maken. Dus dingen die door het moderne Westen een beetje zijn geperfectioneerd. Ja. Dus in de zogenaamd geciviliseerde samenleving. En dat wordt dan neergeplant in een, noem het een inheemse, een traditionele samenleving. Dus die diverse diversiteiten zijn innig met elkaar verbonden. En waarom we ermee zijn begonnen dit jaar, het was het vervolg op vorige Open Campus van 2019-20. Sustainability at the Crossroads, dat ging over het Guyana Shield. En dat ging over dat grote gebied waartoe Suriname behoort met Brazil, Guyana, Frans Guyana, een stukje van Venezuela en een klein stuk van Colombia. Ja. Dat is een van de rijkste gebieden aan, weet je, natuurdiversiteit en culturele diversiteit. En daaruit hebben we geleerd dat duurzaamheid op een kruispunt is. Zo, dat staat hier, sustainability at a crossroads. Toen hebben we gezegd, laten we focussen op Suriname, weet je, om dus dichter bij huis te zitten en het vraagstuk van Suriname in de huiskamer te brengen. Omdat in Suriname we een, laten we zeggen, een patroon hebben, welke regering er ook is, dat ze overdreven nadruk leggen op economische groei. En economische groei is niet moeilijk te meten en het is ook niet moeilijk om het te krijgen als je gaat zitten in sectoren die geweldig veel geld opbrengen. Toch? Vroeger was het bauxiet, daarna werd het weer goud, want goud hadden we voor bauxiet, bauxiet, goud en toen kwam in 1980 nog olie. Ja. Weet je, dus maar olie aan het land. En nu zit iedereen te schreeuwen van, weet je, te juichen van, straks zijn we in Dubai. En ik denk dat, en het is overdreven, en het is bestuurlijk misplaatst. Want alleen maar concentreren op economische groei, betekent dat je uitgaat van een, het is ook misplaatst, het brengt geen ontwikkeling. Weet je, dus dat is ook bewezen. Dus, want ontwikkeling, weet je, draait om diversiteit, participatie en duurzaamheid. Dat zijn de pijlers van ontwikkeling. Ja, vooral duurzaamheid, En vooral duurzaamheid. En groei in de natuur en ook bij mensen. Groei is nooit onbeperkt in de natuur. Ook niet bij ons. Wanneer we dus de fase van, ik noem wat, volwassenheid of iets verder dan volwassenheid hebben bereikt, dan gaat het omlaag. Ja. Maar dat heb je in de natuur, met dieren, met marmotten, met alles in de natuur. Weet je, krijg je een moment van rijpheid en dan gaat het weer omlaag. Maar wat heeft het Westen uitgevonden? Alles draait om onbeperkte groei en vernietiging van eigenlijk het milieu en onze leefgebieden. Ja. En wat wij eigenlijk willen inbrengen, is zeggen van, laten we nu samen die kennis, laten we die kennis delen. Dus tussen allerlei disciplines. Weet je, Jamil is bioloog, ik heb sociale wetenschappen gedaan, we hebben mensen die gezondheid hebben gedaan, psychiatrie.
Dus al die disciplines bij elkaar, maar laten we het ook delen met traditionele kennis en de gewone bevolking. En zo hebben we die Open Campus 6-7 maanden gedraaid, met workshops, met Zooms en met deelname van ja, honderden mensen. En we gaan het dus nu inderdaad afsluiten om te kijken van, weet je, hoe we voor zowel het formuleren van het beleid, maar ook het uitvoeren van beleid, de andere kant kunnen tonen. Omdat dat van economische groei en groei, dat domineert gewoon en dat heb je de hele dag in het nieuws. En dat gaat geen zoden aan de dijk leggen. Dat klopt, oké. Dan wil ik even teruggaan naar Jamil. Elke diversiteit heeft eigenlijk zijn eigen economisch component. Hoe moeten we dat zien? Of wat is het economisch component bij milieu? Bij de natuur, laat maar dat zo zeggen. Wel, dus toevallig heb ik, ik ben dus nu ook een paper aan het schrijven voor het volgende boek. En ik ben dan literatuuronderzoek aan het doen. En iets wat ik ben tegengekomen is precies wat aansluit op meneer Menke. Wat blijkt is dat die economische groei is eigenlijk een paradox. Dus het is eigenlijk in strijd met andere vormen van ontwikkeling. En bijvoorbeeld als je kijkt naar duurzaamheid en milieu, klimaatverandering is eigenlijk een symptoom van het paradox. En eigenlijk bedreigt dat nu welzijn, menselijke levens en het bedreigt ook de zakenwereld ook. Want daardoor worden de omstandigheden minder stabiel en ook bedrijven kunnen ten onder gaan door klimaatverandering. Ja. Dus eigenlijk ondermijnt die economische groei zichzelf. Dus dat is dan een paradox. Dus dat is een artikel dat ik pas heb gelezen. Dus dat is eigenlijk het component van milieu. Want milieu is eigenlijk gewoon een randvoorwaarde. Wat ook eigenlijk belangrijk om aan te geven is, in de natuur praten ze nu steeds meer ook over ecosysteemdiensten. En dat zijn dus verschillende voordelen die je haalt uit de natuur. Vanaf zuurstofproductie, we hebben zuurstof nodig om te ademen. Koolstofvastlegging, dat is om het klimaat te stabiliseren. Je praat over voedselproductie, je hebt bestuivers nodig, je hebt planten nodig. Je hebt, er worden ook bosbijproducten gebruikt, zoals podocyrie. Dat zijn dus allemaal verdiensten van de natuur aan de mens. Zodat wij kunnen leven en dat ook zaken kunnen draaien. Maar de manier hoe dus die economische groei nu in elkaar zit, is dus eigenlijk niet duurzaam. En dan wordt er gesproken over een paradox. Oké, dat is dus als we kijken naar de natuur. Ja. Meneer Menke, dan wil ik dus even kiezen een van de andere diversiteiten. Als we kijken naar diversiteit en methodologie, wat is daar het economisch component? Ja, dat is een goede vraag. Het is het makkelijkste beantwoorden met diversiteit en methodologie. Methodologie heeft te maken met de weg die je volgt om tot resultaat te komen als je wetenschap beoefent, welke het ook is. En wat zien we? Dat in het Westen, en Suriname is deel van het Westen geworden, heeft men wat vroeger bij elkaar was, al die disciplines zijn zelfstandig geworden. Dus Jamil heeft biologie gedaan, je hebt mensen die psychiatrie hebben gedaan, anderen heeft medicijnen gedaan, psychiatrie heb ik al genoemd, geschiedenis, talen, et cetera. En het gevaar daarvan is, aan de ene kant ga je verdiepen, weet je, je bent bioloog, maar het gevaar is natuurlijk dat je daardoor het geheel niet kan overzien. En wat er is gebeurd met het Westen is dat eigenlijk ze de wetenschap steeds meer hebben verkaveld. Weet je, vroeger had je dus ook in het Westen, weet je, niet alleen bij de oude Grieken, maar ook in Europa, in Zuid-Amerika, had je dus eigenlijk één moederwetenschap. En je hebt steeds meer aparte wetenschappen gehad. Dus we zeggen het is gefragmenteerd, het is versnipperd. Ja. Maar binnen die wetenschap heb je ook zoveel deeltjes. Dus je hebt ook delen in bijvoorbeeld de biologie, waarvan misschien Jamil ook zegt van ik snap er veel van. Weet je, het is zo gespecialiseerd. Ja. En daardoor is de visie op eigenlijk, laten we zeggen, de mensheid en die planeet, weet je, hebben we eigenlijk een heleboel punten gemist. En wat
diversiteit en methodologie wil doen. We zeggen van, kijk, we willen nu lappen in het Westen. En dan heb je dus interdisciplinaire wetenschap en transdisciplinair en multidisciplinair. En wat we in dit thema hebben gezegd, we hebben gezegd van luister, dat helpt ook niet nu eigenlijk het ecosysteem en die hele planeet, weet je, dus in crisis is. Ja. En niet alleen door oorlog in Oekraïne hoor, mm-hmm, of in mm-hmm. Afrika of whatever, mm-hmm. maar door eigenlijk dus wat, door de mens centraal te stellen. Ja. Weet je wat dat zeggen we? De mens staat centraal in dat economisch groeimodel. Dus wat we zeggen binnen diversiteit en methodologie, zeggen eigenlijk moet je dus buiten al die disciplines omgaan. Je moet buiten dat systeem van denken gaan. En weet je, met een moeilijk woord te zeggen, extradisciplinair. Dus buiten de traditionele wetenschap. En je kan daarbij ook veel leren van, noem het de traditionele kennis. Mm-hmm. Van bijvoorbeeld, we noemen het tribale volkeren, traditionele volkeren. Ja. Omdat die een holistische visie hebben, een overal visie, mm-hmm. waarbij bijvoorbeeld natuur, cultuur, spiritualiteit zijn met elkaar verbonden. En daar is ook het samenleven, bijvoorbeeld bij inheemse heb je het sterkst in Suriname, het traditionele inheemse in het zuiden, daar telt niet het ik, maar het is wij. Ja. Het is de community, mm-hmm. het is mm-hmm. communalisme. En ik denk dat dat een van de dingen is waar we moeten worden wakker geschud als het gaat om wetenschapsbeoefening. Dat je dus met die individuele wetenschappen waarin we allemaal zijn opgeleid, die hebben gestudeerd, dat je eigenlijk ook de beperkingen ervan moet zien. Waarmee niet wordt gezegd dat je een heleboel manieren van, laat maar zeggen, onderzoek doen, dus noem het methode die Jamil gebruikt om metingen te verrichten, overboord moet gooien. Maar de invalshoek, de manier waarop je eigenlijk, die bril waarmee dus je kijkt, die bril van versnippering, werkt niet meer. En misschien een mooi voorbeeld. Kijk, COVID-19, ik kreeg vandaag een rapport van Canada, van de International Development Research Center, is het grootste ontwikkelingsfonds. En ik was een van de 16 reviewers. Okay. En we hebben een jaar gewerkt. En ik zat met een epidemioloog, heb ik een jaar gewerkt. In, laat maar zeggen, 10 projecten, maar gigantische projecten. Weet je, sommige in Afrika, ebola, mm-hmm. sommige in Azië en een viertal in Zuid-Amerika. En van die 10 projecten hadden 4 te maken met de ecologie. Oké. Okay. En om een lang verhaal kort te maken, wat je eruit leerde, want je krijgt dan een heleboel research artikelen, maar je gaat ook dus interviews doen met al die geweldige geleerden in Zuid-Amerika, Amerika. En wat ik eruit heb geleerd is dat, neem bijvoorbeeld de pandemie, dat COVID-19 was er een project dat werd uitgevoerd in São Paulo. São Paulo is een stad van bijna 20 miljoen inwoners. Ja. Net eronder heb je Mata Atlantica en dat is een bosrijk gebied, weet je, tegen de Atlantische Oceaan aan. En een van de personen die daar werkte, een biologe, virologe, die deed ook onderzoek in het Amazonegebied. In Manaus. En wat eruit kwam is dat vanaf 2010, dus ze hebben ook een heel lab, een databank, dat bleek dat dus je 2 dingen kreeg. Een verschrikkelijk grote groei van virussen, dus coronavirussen was mm-hmm. ook een van de types. Dus niet alleen die COVID-19, je hebt tal van virussen. Yeah. Dat het kreeg bij ontbossing, toch wat je ongelooflijk veel hebt in Brazilië. Hoe meer je ontbost, hoe meer je opengooit voor, weet je, dus grote landerijen van de big shots, kreeg je dus meer virussen, dus groei. En je kreeg ook meer diversiteit, dus mutaties. Ah. En dat was evident. Gewoon. Vandaar dus al die varianten iedere keer. En het enige wat die ene zei, Navas tegen me zei van, en dat was 2, 3 jaar terug hoor, toen ik begon met een van de projecten, zei van, het ergste moet nog komen, the worst still has to come. Weet je, en toen kreeg je, hetzelfde tijd kreeg je dus die ongelofelijke groei van COVID-19, uitbraak in onder andere Manaus. Ja, Manaus was een van de dramas. Ja, 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 ja. Maar eigenlijk niks nieuws. Hetzelfde is gebeurd in Zuidoost-Azië en Maleisië met andere virussen voor COVID-19. Dus eigenlijk geeft het aan dat de manier waarop wij gebruik maken, weet je, of vernietigend werken op de natuur,
weet je dat dat eigenlijk ook negatieve effecten heeft. Die paradox, het werkt ook tegen ons en tegen het bedrijfsleven in. En ik moet zeggen van, dit is inderdaad een eye-opener omdat voor Suriname, omdat we het hier continu hebben over, weet je, de crisis, weet je, met levensmiddelen die duurder worden, brandstof wordt duurder, basisvoedingsmiddelen, en de armoede wordt groter en de ongelijkheid. Maar er is aan de andere kant ook een vorm van armoede die het beleid, en zeker het politiek beleid, helemaal vergeet. En dat is die armoede van kennis. Weet je, ook het politiek beleid zie je helemaal dat ze absoluut eigenlijk qua inzichten zijn blijven steken in vormen van ontwikkeling van 1950 en 1960. Weet je, van groei nu en verdeel later. Weet je, dat was een van de modellen van de Wereldbank in 1960. Toch? Groei nu en verdeel later. Aan Europa. Weet je, we hebben het gehad met bauxiet. Ja. We hebben een groei gehad. Heel veel mensen weten dat niet. Maar na Afobaka, weet je, Afobaka, het project dat 1964 werd beëindigd, kreeg je een verschrikkelijk grote economische groei. Met een groei van 7, 8, 9 procent gemiddeld per jaar. Maar het heeft maar net 3-4 jaren geduurd. Okay. Toch, zo noemen we het in de economie een multiplier effect. Ja. En toen was het uitgeblust. En direct daarna kreeg je dus meer werkloosheid. Mm-hmm. Grote trek naar Holland. Dat was die, hoe noemen we dat, Bijlmer Express werd het genoemd. Ja. Weet je, dus we leren niet van eigenlijk dus een heleboel oude inzichten en kennis hoe we het anders die moeten nooit gaan doen. Hebben gewerkt. En deze open campus is daarom, weet je, we gaan niet zitten op de stoel van politici, maar willen wijzen van dat we van buiten eigenlijk het politiek bestuurlijke, weet je, dus nieuwe inzichten kunnen aandragen, weet je, om dit land uiteindelijk op een ander spoor te brengen. Oké. Okay. Nou, na de break dan gaan we door over de open campus. Welkom terug. Meneer Menke, ik wil even inzoomen op de culturele diversiteit. In principe is er door de jaren heen heel veel gaan vervagen. We hebben zoveel culturen in Suriname dat we eigenlijk bijna niet meer kunnen bijhouden. Ik denk dat er dus sprake is van cultureel erfgoed. Is er een manier om dit alles weer aan te wakkeren? En eigenlijk op een zodanige manier dat het de bijdrage gaat leveren aan eigenlijk dit geheel? Ja, ik denk zeker wel. Omdat die culturele diversiteit is eigenlijk een hele belangrijke hulpbron. Het is net zo belangrijk als de biologische diversiteit en noem het de maatschappelijke diversiteit. Mm. Het probleem is dat we in een hele mooie situatie zitten door het kolonialisme. Weet je, want het kolonialisme heeft allerlei mensen hier naartoe gebracht, waardoor het zo divers is geworden. En wat we hebben geleerd door vallen en opstaan, hebben de mensen voor ons, weet je, de generaties voor ons, geleerd van hoe ze met elkaar moeten omgaan aan de basis. Want neem bijvoorbeeld de religie, je hebt de drie grootste religieën hier. Christendom, hindoeïsme en islam. En Suriname staat altijd nummer 2, soms nummer 1. Mm-hmm. Singapore is vaak nummer 1 als het gaat om die grote, noemen de wereldgodsdiensten. Maar wat is er gebeurd in Suriname? Het juweeltje van onze diversiteit, dat we 60, 70 jaar geleden, 80 jaar geleden, daarmee leerden we goed omgaan. En ook ervoor hoor, natuurlijk in de contracttijd, na de slavernij. Maar het is, op een bepaald moment wordt het steeds meer gekoopt vanuit de politiek. En heel veel mensen snappen dat niet, want je weet, we praten hier over de hele dag over etniciteit, weet je, etnisch, weet je, politiek is etnisch, die partij is etnisch, die partij is etnisch. De andere kant is, culturele etniciteit, daarover praten we niet, terwijl we de hele dag ermee bezig zijn. Dus je moet die twee dingen dus wel onderscheiden om te begrijpen wat er gaande is en hoe je het kan benutten. Die culturele diversiteit, etniciteit, heeft te maken met, noem het alle gedachten goed, hoe we herdenken. Wat hebben we straks? Idul Fitr. Ja. Hebben we pas Pasen gehad. Ja. Idul Fitr. Daar heb je straks de eerstvolgende is Ketikoti. En daar heb je hoe noem je dat? Dan heb je de inheemse dag, etcetera. Ja. Dus en dat is goed. En we zijn de hele dag ook bezig met eten. Je hebt mensen die op een bepaald moment
geen Javaan zijn, maar ze houden van Javaanse bami op bepaalde dagen. Anderen gaan roti kopen, anderen houden van een à la condre soep. Dat is die culturele etniciteit. Het is de manier hoe we eigenlijk omgaan met het cultureel erfgoed. Vanaf voeding, religieuze feestdagen, muziek, noem maar op. Maar politieke etniciteit heeft te maken met de concurrentie om schaarse goederen. Weet je, vanaf baantjes tot ministeries, tot je eigendom maken. En die politieke etniciteit, die heeft eigenlijk iets van, dus vaak ook, het wordt vaak ook steeds opportunistischer. Weet je, mensen willen overleven. En dan krijg je dus een misvatting in die samenleving, dat alles wat etnisch is, dat het verkeerd is. En dat is niet waar. Die etniciteit is dus juist een verrijking, maar als de politiek er verkeerd gebruik van maakt, door het als concurrentiemiddel te gebruiken, om in de eerste plaats de mensen die bovenaan zijn machtiger te maken, dan gaat men de hele dag negatief praten over etniciteit. Ja. Dus etniciteit, cultureel bekeken, is dus een verschrikkelijk belangrijke resource. En wat we moeten doen is natuurlijk voorkomen dat, ik zei in het begin het woord gekoopt, gekaapt, dat, weet je, het woordje Bromtjidari, zie je, heeft, verliest steeds meer aan waarde. Ja. Omdat die Bromtjidari was eigenlijk het woord, dat, het is een begrip, een woord dat werd gebruikt, hoe van onderen af religieuze groepen in bijvoorbeeld 1961er jaren, vorige eeuw, 1970, Pagwa en Idul Fitr invoerden. Weet je, en dat ging, laat me het een beetje voorzichtig zeggen, ten koste van twee christelijke dagen. Weet je, en het was dus met elkaar negotiëren vanuit de vakbeweging, de religieuze organisaties. Ja. Vandaag de dag, we zijn 46 jaar verder, voorbij de onafhankelijkheid, zie je dat de politiek eigenlijk probeert om ook, weet je, vanuit politiek nieuwe feestdagen in te voeren, maar eigenlijk voor politiek gewin. Ja. En dan gebruikt men het woord Bromtjidari, we moeten Bromtjidari zijn, maar het is wat ik noem dus het opportunistisch gebruik van cultuur. En wat er niet tegenover staat, er is niet een duidelijk cultuurbeleid. Er wordt niet geïnvesteerd in hoe Javanen en Marons en Hindustanen en Kriolen en Inheemse van elkaar kunnen behouden en maar ook van elkaar kunnen leren. Weet je dat je de diepere betekenis van Idul Fitr valt op, geloof ik, 1 mei? Nee, 2 mei. Ja, hoe je eigenlijk kan leren van Idul Fitr en wat, weet je, Pasen, die paasboodschap, zag je op Starnieuws, ik heb geteld, zeker 10 berichten van politieke partijen. En dan zie je gewoon allemaal een beetje belerend van bovenaf. Een steriele boodschap vanuit een, weet je, een beetje autoriteit van het boek, zonder creativiteit. En het spijt me dat ik het moet zeggen, ik ben geen katholiek, maar het enige bericht dat werkelijk, ja, maar zeggen dus inhoud gronden had. En inhoud had en een boodschap had, was het bericht van, hoe die meneer, bisschop Tjuni, Karel Tjuni. En ik ben geen, ik bedoel, ik werk niet voor meneer Tjuni. Maar als je het ziet, hij verbond het gewoon met de praktijk van what's going on. Weet je, dus ook, hij kon corruptie en allerlei misstanden, kon hij goed plaatsen. Weergeven. Maar hij kon ook de goede boodschap geven van wat Pasen betekent. Okay. En ik denk dat we dus dat, laat me zeggen, dus dat weer kennis, die verarming die er is ontstaan over onze culturele diversiteit, er is een verarming, is voor een belangrijk deel veroorzaakt door eigenlijk politiek opportunisme. Dus wat er nu moet gebeuren, is dat we weer teruggaan naar die basis van al die NGO's, die basisorganisaties, die hebben nagedacht. En het zijn zoveel. En het zijn, weet je, niet alleen NACS, het zijn ook Javaanse, Hindoestaanse organisaties, inheemse organisaties. Die bewaken en bewaren het erfgoed. Maar die moeten dus veel meer zich profileren en zorgen dat er, noem het intercultureel onderwijs, interculturele vorming, interculturele programma's op televisie. En dat er wordt geïnvesteerd in die hulpbron. En dat is wat er in het traditionele, noem het bestuurlijk, politiek bestuurlijk beleid, weet je, nauwelijks is gebeurd in de afgelopen, laat me het makkelijk nemen, vanaf de onafhankelijkheid. En ik denk dat daar genoeg mogelijkheden zijn om de bakens te gaan verzetten. Oké. Nou, interessant, meneer Menka. Interessant. Heel interessant om te luisteren. We gaan weer even terug bij Jamil. Jamil,
onderdeel van je presentatie is dus diversiteit van dieren en ontwikkeling. Hoe moeten we die link leggen? Oké, ik heb niet over dieren gesproken. Mm-hmm. Over klimaatverandering en ontwikkeling. Mm-hmm. Wat is je vraag? De diversiteit van dieren en ontwikkeling. Wat is de link daar? Hoe is die diversiteit? Hoe moeten we dat terugbrengen naar de natuur? Want jouw mm-hmm. onderzoek gaat dus merendeels over de natuur. En de dieren mm-hmm. die maken dus deel uit van de natuur. Yeah. Wat moeten we dus doen om dat te behouden? Daarover okay. had Alboter gesproken en Monique Pool. Monique Pool had over dieren gesproken. Ah, ja. Okay. En Alboter had over ecologie, maar ook gekoppeld aan dieren. Weet je, okay. met name over de cases van Bronsberg. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Weet je, dus de degradatie van Bronsberg als natuurpark. Onder andere, ook over houtkap heeft hij gesproken. Oké, okay, nee, daar gaan we er niet moeilijk over doen. Ik zie dat een van de actiepunten dus, voor vrijdag is, mm-hmm. als ik even mag onderbreken. Ja. In werking treden van de Milieuraamwet, een instelling van een nationale milieuautoriteit. Ja. Hoe weet je hoe ver het staat met de Milieuraamwet en welke autoriteit zou erin gesteld moeten worden? Ik had begrepen dat die binnenkort in werking zou mm-hmm. treden, maar ik heb het nog niet in het nieuws gezien. Mm-hmm. Dus volgens mij is het nog in voorbereiding. Okay. Dus zelf ben ik niet op de hoogte, want ik ben niet verbonden aan het ministerie mm-hmm. van mm-hmm. ruimtelijke ordening. Maar dus ook geen inzage gevraagd in die wet? Dus die wet is al, ik ben bijvoorbeeld wel geweest in het vorige termijn, dus ja. toen het voor het eerst is aangenomen, mm-hmm. dat het 2019 was, ja. ja. Toen was er wel een discussie met verschillende stakeholders, mm-hmm. ben ik daarop afgegaan, heb ik ook mijn input, geen input gegeven, ik heb geluisterd. Ook is er een, er is... De afgelopen periode heeft Green Growth Suriname ja. heeft ook een poging gedaan om bijvoorbeeld in de milieufonds, want in die milieuraamwet was er ook een milieufonds ja. Genoemd, om hoe dat eruit zou moeten zien. En toen hebben wij als CELAS, het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, waar ik samen ben, mm-hmm. hebben wij ook onze bijdrage geleverd aan hoe zo'n milieufonds zou kunnen werken. Mm-hmm. Maar het is dus ook al een jaar geleden. Maar dus ik weet wel dat de minister heeft gezegd dat het binnenkort zou in werking zou treden. En die milieuautoriteit zou dan, wat ik heb begrepen, is dat NIMOS eigenlijk voornamelijk ja, die autoriteit klopt. Zou worden, maar dan iets anders gepositioneerd waarschijnlijk. Ja, volgens mij zou er een naamwijziging of zo moeten plaatsvinden. Ja, dat ja. ik, ja, dat okay. is het enige wat ik weet. Ah, oké. Okay. Ja. Maar heb je een ja. idee? Als jij dus invulling zou mogen geven aan zo'n instituut, hoe zou dat volgens jou moeten werken? Een autoriteit mm-hmm. Zou sowieso zo onafhankelijk mogelijk moeten zijn. Zoveel mogelijk, zo min mogelijk politieke inmenging moeten hebben. Mm-hmm. Zoveel mogelijk moeten bestaan uit deskundigen. Ja. En ik heb ook gelezen dat het best wel verregaande bevoegdheden zou hebben, waarbij... ook echt ingegrepen zou kunnen worden, ja, waar er dan in principe milieudelicten, om het zo ja. te zeggen. Dus mensen in principe, mensen die illegaal bezig zijn in een ja. bos, dat ze dus ook zo... Want nu is dat nog niet het geval, ja. toch? Want niemand heeft volgens mij geen rechten. Eigenlijk kunnen ze alleen maar aanhalen wat er verkeerd mm-hmm. gaat, ja. maar nog niemand aanspreken of aanhouden, maar dat, dat is met die nieuwe wetgeving dan wel. Zo, dat wel, gebeuren. Precies. Ja. Dus dat, okay. is, dat ziet er wel goed uit. Ja. En ja, dus de uiteindelijk is de uitvoering, de implementatie is vaak waar het een beetje minder goed gaat. Ja, oké. Okay. Maar theoretisch ziet volgens mij die wet er wel goed uit. Oké. Okay. Nou, meneer Menke, ik heb voor het laatst nog een vraag voor u. Hoe moet de balans zijn tussen de publieke en de private sector als ze dus invulling willen geven aan deze diversiteiten? Ja, heel, heel belangrijk punt. Ik denk dat aan de ene kant de publieke sector is gaan verarmen. Dus dat is de overheid ja. En ook de parastatale. Mm-hmm. En dat komt eigenlijk door ook een beetje politiek beleid. En het politiek systeem van Suriname van, weet je, vaak wat we noemen dus consensusregeringen. En u weet hoe dat toe gaat.
als je een regering hebt met zoveel partijen, ja, zeg 4 partijen, dan zet iedereen zijn poppetjes. En dan gaat men niet zozeer kijken naar deskundigheid, maar dan gaat het om belangen. Weet je, dus de belangen en die ambassadeursposten, weet je, dat gaan we ook verdelen. En dat is dus die verkaveling van de overheid. Dus dat is een probleem. En dat is iets wat vraagt heel veel, laat me zeggen, inzet. En heel veel, het gaat ook tijd vragen om die public sector reform door te voeren. En het gaat niet alleen om het afvloeien van mensen. Dat is niet het belangrijkste. Is hoe maak je het overheidsapparaat, weet je, tot een apparaat dat sterk is in faciliteren en in die basis creëren voor werkelijk ontwikkeling. Dus dat betekent ook heel veel kennis. Je gaat dus mensen dus kennis moeten geven over nieuwe inzichten over waar we naartoe gaan. En dat betekent natuurlijk ook leiderschap. Dus het betekent dat je gaat moeten tornen aan het leiderschap op alle niveaus en ook het politiek leiderschap. En dan heb je dus de private sector. Daar heb je, moet je toch het onderscheid maken tussen dus het bedrijfsleven en noem het maatschappelijk middenveld. Ja. En het maatschappelijk middenveld zou eigenlijk veel meer in het vizier moeten komen, veel meer op de voorgrond moeten treden om ook beleid te maken en ook noem het die public-private partnership. Ja. Dus moet je niet beperken tot alleen waarover men nu praat, bedrijfsleven en overheid. En je ziet ook, het gaat moeizaam. Ik ga je zeggen, ik zit niet echt in het bedrijfsleven, maar ik heb te maken met allerlei netwerken. Ja. En wanneer ik zit met, ik noem maar wat de mensen van bosbouw, weet je, je hebt een heleboel organisaties en daar zitten die weer binnen de ASFA en de VSB. Dan zie je ook het hele grote probleem van dat als het bedrijfsleven, weet je, dus een partnerschap aan wil met de overheid, dat het niet helemaal vastloopt, maar dat je ziet dat die overheid zelf zo in stukjes is verdeeld, zo versnipperd is, gefragmenteerd, dat allerlei onderdeeltjes, weet je, onderdeel A, ik noem maar wat, natuurparken en hoe heet het andere, die natuurreservaten, die vallen onder het ministerie van Jongbouwstraat, hè? ROGB, bosbeheer, ROGB. Ja. Maar heb je een nieuw ministerie, een klein ministerie, dat is het ministerie van ruimtelijke ordening en milieu, weet je om het woord te gebruiken. Ja. Mm-hmm. Weet je, die, dus eigenlijk het domein, het veld van dat ministerie is verschrikkelijk smal. Terwijl dat ministerie wel past, helemaal past in, weet je, dus die crisis waarin de wereld verkeert en Suriname. Ja. Dus je zou eigenlijk dus als de private sector een beleidsplan maakt, weet je, voor beter bosbeheer en beter, laten we zeggen, het hele vraagstuk van rondhout en de verwerking en allerlei, weet je, plannen maakt, dan is het eerste probleem waarop ze stuiten is van, weet je, wie is je gesprekspartner? Ja. En dan zie je dat je in een soort doolhof belandt. Ja. Met alle overlappingen, want overlappingen. Heb je ROGB, dan heb je GBB, dan heb je ROM. Ja, precies. En dan heb je daar weer allerlei kleine, dan heb je dus die, hoe heet die van het Hogere Raadsticht, SBB? Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, ik ga je zeggen, je draait compleet dol. Ja. En je kan op die manier geen beleid maken. Dus wanneer je vraag stelt van public en private sector, dat is, gaan we verschrikkelijk hard moeten repareren en kennis en inzicht en daadkracht, leiderschap moeten stoppen. Om eigenlijk dit, het is erger dan een kwaal. Het is een structureel probleem, waardoor welke regering je ook krijgt, je gaat dat punt van ontwikkeling, weet je, dus die take-off ga je dus niet kunnen bereiken. Je gaat het niet kunnen bewerkstelligen. Dus we gaan eigenlijk samen onze hoofden bij elkaar moeten steken om ook af te leren dat de manier waarop we kennis ontwikkelen, de inzichten waarmee we rondlopen, ook de inzichten over de overheid saneren en op ontwikkelingsspoor brengen, dat het een veel grotere uitdaging is. Het is een ongelofelijke uitdaging, want het betekent dat, weet je, de kennis die Jamil heeft, dat, en een heleboel andere mensen, dat je die kennis moet gaan accepteren en dat je het moet gaan delen. Ja. Weet je, niet autoritair van boven, maar dat je die kennis moet leren delen. Ja. En ik denk dat de armoede van Suriname zit niet zozeer in wat we nu meemaken met, weet je, stijging van
eten, voedingsmiddelen, brandstof, mm-hmm. et cetera. Dat is ook een groot probleem. Maar een nog groter probleem is die armoede in kennis en inzicht. Ja. Ja. En de leiders van dit land, op die alle niveaus, bedrijfsleven, overheid, managers, en die gaan moeten leren dat ze dus, weet je, kennis delen en afstappen van, weet je, dat autoritaire van bovenaf. Ja. Weet je, en... Dat terzijde moeten gaan leggen. Ja, dus, en dat gaat men moeten leren. Het is een leerproces mm-hmm. waar we, denk ik, in Suriname het meest behoefte hebben. En dat we dus echt moeten denken op de lange termijn, want je gaat er niet in 2, 3, 4, 5 of 10 jaren oplossen. Klopt. Maar als we niet nu beginnen, schuiven we het al door voor ons uit en gaan we blijven klagen over, weet je, dat voedingsmiddelen te duur zijn, weet je, de landbouw niet op gang komt, ja. dat we de voedselschuur toch niet zijn geworden van de CARICOM, dat we toch niet naar Dubai gaan, maar dat wordt iedere keer voorgehouden. Een klacht van elke groep elke keer. Nou, geweldig, meneer Menke, ik moet u bedanken, als ook meneer Hardo, beste kijker. Als u meer informatie wenst over de diversiteiten, dan kan ik u verwijzen naar de live uitzending aanstaande vrijdag. Die is van 10 tot 10:30, waarbij er gesproken zal worden bij de Open Campus Lecture over de 5 diversiteiten in Suriname en wat wij daarmee kunnen doen en hoe wij onze economie daarmee kunnen bevorderen. Ik wens u verder een hele genoeglijke avond en ik zeg tot de volgende keer van Achter het Nieuws.